komen. En namens FCC Baarnberg, Dirk Droom. Ja, ook hier dan weer betrokken. En die allersnelste start weer in het centrum van die droom. Dat komt hij inderdaad. Er zit alleen een mannetje aan de binnenkant. Het is Piet van Roos. Die stapt op dat net in de aarde. Maar je moet het even doen daar op het plekje. Want deze overzicht. Het is niet droog helemaal gedaan. En die gaat daar dan onder uit op dat tweede stuk. En dan gaat het zo goed als die meter daar naar onderuit. Daar gaan we even vooraan kijken. Dan kijken we naar de winnaars naar FC Vredenoosten. Het zijn de Juni van Helvoort en Gijs van Wijk. Dat zijn hier die mannen voor plekken 1 en 2. Dan kijken we naar de 26e plaats van Juni van Helvoort. Is de 6-3 van Gijs van Wijk. Dat is onze 1 en 2. Die vleuren daar dan op het plekje. En die vierde plek is daar dan over dit jaar. Hij is hier dan zo op de fiets. Gaat daar als vierde finisher. Dus is prima, het ook met de fiets, plek nummer 6. En dan zijn we nog aan het wachten op het tweede rijders. Ik heb het daar over, ik heb het over de Jules Grine. Dat zijn de mannen die daar